Idul Adha of het offerfeest begon vanmorgen vroeg met het Eid-gebed op het Onafhankelijkheidsplein. Het offerfeest is het belangrijkste feest van de islam en het wordt 3 dagen lang gevierd. Dus het offeren van de verschillende runderen kan geschieden tot en met maandag. Yawm al-Adha wa yawm al-Fitr. Voorwaar, Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze 2 dagen vervangen door 2 betere dagen. De dag van Adha, Idul Adha of offerfeest. En de dag van de Fitr, Idul Fitr. Broeders en zusters. Dus deze 2 feesten zijn de feesten die Allah subhanahu wa ta'ala voor de moslims heeft gekozen. En zij komen na 2 belangrijke rituelen in de islam. Het vasten en de bedevaart. Verheerlijk en prijs Allah subhanahu wa ta'ala op alle dagen en in het bijzonder in deze dagen. Het is zo dat de takbir Allahu Akbar vanaf 9e dag van Dhul-Hijjah, Yawmul Arafah, begint en zonsondergang van de 13e dag van Dhul-Hijjah duurt. Ibn Mas'ud radiallahu anhu zei in zijn takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Met het vieren van dit feest gedenken de moslims dat de profeet Ibrahim of Abraham gevraagd werd om zijn zoon Ismaël te offeren aan Allah. In de Koran staat dat Allah vroeg aan Ibrahim om zijn zoon Ismaël te offeren als bewijs van trouw en gelovigheid. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doorsteken, kwam er een engel die zei dat de schaap de plaats van Ismaël mocht innemen. Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de gelovigen op het plein toesprak, zei dat Idul Adha ons herinnert aan de strijd die onze voorouders hebben gevoerd. Broeders en zusters, de achtergronden van het Idul Adha feest gaan terug naar de profeet Abraham. Het herinnert ons aan de emancipatiestrijd die onze voorouders hebben gevoerd. Dat zij bereid waren opofferingen te doen, zodat de generaties na hun vrij van fysieke en geestelijke ketens kunnen leven. Met het offerfeest wordt in de islam extra nadruk gelegd op de offer. Vaardigheid die elk individu moet hebben, zodat noodlijdenden verlichting krijgen in hun situatie. Het offerfeest is voor de moslim een uiting van gehoorzaamheid en onderworpenheid aan de Almachtige Schepper. Naast het delen, wat een belangrijk gebruik is in de islam, is het zich overgeven aan Allah heel belangrijk bij het vieren van het offerfeest.